And now, ladies and gentlemen, please welcome to the stage from the Netherlands, the winner of the World Grand Prix. In the knockout stages, he beat Dean Winstanley, Phil Taylor and Scott Waite, and he makes it through to the final. It's Mighty Michael in een Engelse plaats in de finale van de Grand Slam of Darts. Wie wordt de koning van Wolverhampton? Wie wordt de koning, althans voorlopig, van Nederland? De Van Slam, zoals die hier al gedoopt is. Michael van Gerwen tegen Raymond van Barneveld. Beide heren kwamen elkaar op tv 6 keer tegen. En 5 keer was het van Barneveld die won. Slechts 1 keer dus van Gerwen. Maar wat een toernooi heeft deze man gedraaid. Won groep B, won van Phil Taylor. Won, vernietigde hem. Scott Waite ging er ook aan. En Dean Winstanley werd vanmiddag verslagen in de halve finale. En de gemiddelde waarmee van Gerwen dat tot nu toe gedaan heeft, die geven aanleiding om te denken dat hij de favoriet is in deze partij. Maar ja, van Barneveld veel ervaring en ook een prachtig toernooi gespeeld tot nu toe. Hij won groep H. Vervolgens van Harms, Kist en vanmiddag van Andy Hamilton. Wij zijn er klaar voor. Raymond van Barneveld opent het bal. En dat doet hij niet onaardig, kunnen we zeggen. Meteen de eerste 180 gevonden. En we verwachten een heet avondje. En gelukkig heb ik naast mij een absolute kenner zitten. Niels de Ruiter, van harte welkom. Van Barneveld van Gerwen, wat verwacht jij? Jacques, wat een vraag stel je me. Zo aan het begin van deze finale. Ik zou het werkelijk waar niet weten. Ik durf het echt niet te zeggen. Op basis van gemiddeldes van Gerwen, op basis van ja, hoe ontastbaar hij lijkt van Gerwen. Maar ja, op basis van ervaring, historie van Barneveld. Ah, het is een prachtig affiche, ik zou het echt niet weten. Ik hoop ook echt dat het een ontzettend spannende wedstrijd gaat worden. In zijn eigen leg. De leg die hij met 180 was begonnen. Komt hij toch in gevaar. Na dubbel 12 over, na 12 darts, maar Van Gerwen staat op 100. Michael, you require 100. 2 keer tops geprobeerd, maar niet 60. Geraakt. Raymond, you require dus 24. Van Barneveld naar dubbel 12. Dus om de eigen lek gewoon te houden. En met 1 pijl dubbel 12 geraakt. Raymond, nou, dat is een lekker begin van deze finale. Michael, Franker. 140. Barneveld probeert het tempo wat 100. Omlaag te houden. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Je wilt je niet laten opjagen door Van Gerwen. Ja, die doet zijn eigen ding over het algemeen.
Het is dus ook meer voor zichzelf, denk ik, dan dat het is om Van Gerwen uit zijn ritme te halen. Ja, dat denk ik ook wel. Hij is een beetje zoekende altijd naar het juiste ritme. Voor Van Gerwen maakt het weinig uit. Die wacht gewoon iets langer en als hij eenmaal aan de okkie staat, dan heeft hij maar een paar seconden nodig om de pilotbord in te krijgen. 56. En laat in ieder geval weer naar 12 darts tops over Van Gerwen. Dat is 2 legs op rij. Deze keer is Van Barneveld niet in de buurt. 59. Michael, you require 40. Games on the second leg. Michael van Gerwen. En de 2 legs zijn we weer in balans. 1-1. Dan is het dus weer aan Van Barneveld om zijn eigen lek te houden. 140. Ja, het is ongelooflijk bij Van Gerwen. Die eerste dart, hoe vaak zit die niet in de triple 20? We hebben ons er vanmiddag ook over verbaasd, Niels. Ja, absoluut. En ook perfect in de triple. Gewoon lekker hoog. En dan, ja, dan smijt hij die andere twee er zo makkelijk bij. 100. Het scorend vermogen van Gerwen is ongelooflijk. Daar kan eigenlijk niemand tegen op dit moment. Kijk eens hoe makkelijk. Naar beneden en ook triple 19 net zo makkelijk erin. En dan staat hij na 6 darts op 144. Het is leg 3, dames en heren. Weet u nog die finale van het WK? Lewis Anderson, ook toen in leg 3 was het Lewis die dat negentje voor zijn naam had staan. 2 keer triple 20 heeft hij nodig. De eerste zit erin, de tweede. Oh, die gaat er niet in. Dat is jammer, Mike. Hij had het bijna al geteld, de tweede dart. Van Barneveld met de glimlach op de lippen. Wel een finish natuurlijk. Maar de triple 20 niet geraakt. 16. Ja, je zou bijna vergeten, maar het is de lek van Barneveld. We geven 66. Triple 10 zit er alweer in, dubbel 18. Dubbel 9. Nee. En als je dit soort kansen dus krijgt van Gerwen, moet je ze uitgooien. Dat is wat de geschiedenis ons in ieder geval geleerd heeft, dit toernooi. Triple 19 is goed. 12 dubbel 16 voor Van Barneveld om zijn eigen lek te houden. Ja, en dan kun je nog zo lekker gooien als Van Gerwen. Dit doet toch pijn. 134. En de Barney Army is in the house. Jongen, jongen, van Gerwen zeg. Weer die eerste, precies in het midden ongeveer. Hop, laatste triple er ook bij. Het begin is geweldig van beide heren. Van Barneveld scorend. Ja, moet hij er nog iets achteraan lopen? Ja, hij concentreert zich met name op zijn eigen legs, heb ik het idee. Van Gerwen 104. Triple 16 voor dubbel 18, nee. Maar ja, hij mag nog een keer terugkomen. 48. Ja, het kost bij Van Barneveld nog iets meer moeite. Volgens mij Michael van Gerwen. 16 in tops. En het is 2-2. Michael van Gerwen. Raymond. En hoe lang gaat het dan duren voordat Van Barneveld gebroken wordt? Want dat zit er natuurlijk wel aan te komen. 85. Iedere keer die eerste dart in de triple 20 en dan is het zo makkelijk verder bouwen. Het is alweer de derde 180 voor Mighty Mike in deze finale. 4 keer 140, al 5 keer meer dan 100. Ja, we zijn 4,5 lek onderweg. 140.
Wat worden we verwend deze zondagavond? Ja, ineens is daar het Nederlandse darten weer terug. Ja, fantastisch. Beter hadden we niet mogen verwachten, beter hadden we niet mogen hopen aan het begin van dit toernooi. Dat is een mindere score voor Van Barneveld. Die kon wel eens afgestraft gaan worden. Hij laat 107 staan van Gerwe. Waar kennen we dat van? Ja, die is inmiddels bekend. Hij heeft hem al 3 keer gegooid dit toernooi. Ook weer een record. 97. En dus gaan we kijken. Kan dit een 4e keer? Van Gerwe. Dat is 1. Nee, dat is niet 2. Nee, het feest moet een keer ophouden wat dat betreft. 134 voor Van Barneveld. Begint goed. Triple 14 voor dubbel 16. Is nog steeds mogelijk voor de 3-2 voorsprong. Jongen, ja. Het zijn de scores van Gerwe waar we constant over praten. Maar de finishes van Barneveld tellen wel degelijk mee. En dus houdt iedereen zijn leg in de eerste 5 legs. En is het 3-2 voor Barney. Vijf legs hebben we gehad tot nu toe in de finale van de Grand Slam of Darts. En het is nu al een spektakelstuk. Van Gerwe scoort als een dolle. Maar het zijn de finishes van Barneveld, een 101 en een 134, die hem aan de leiding brengen. Hij staat met 3-2 voor. Ja, spektakel bijna gegarandeerd, zou je zeggen. Ook hoog publiek, voetballer Robbie Savage in de zaal. Alle legs tot nu toe met de darts meegegaan en dus is het nu weer de taak aan voor... Ja, die heeft gewonnen, toch? Dat is het natuurlijk! Wat nou pauze. We gaan gewoon door waar we gebleven waren. Denkt ook Van Barneveld. 140. Dat is toch ook wel een beetje wat we verwacht hadden. Hè? Dat Van Gerwe iets beter zou scoren. En als Van Barneveld dan een kans wil maken, moet hij fantastisch goed finishen. Nou, tot nu toe doet hij dat. 140. 90. Van Gerwe naar 91. Wat laat Van Barneveld over. 121. En dus Van Gerwe als eerste. 91. Triple 17. Dan zal hij naar op zoek gaan. Oeh, we lagen in de 17. Dan op de 14. En 20 laat tops. Nou, die eerste gleed uit zijn vingers. Die ziet hem ook vrij in zijn handen. Van Barneveld 121. Ja, dit is wel op een leg die Van Gerwe is begonnen. Triple 20 zit erin. Kijk naar de 11. En dan naar Bullseye. En wat scheelt het? Ja, die had hij graag willen raken, dat weet ik zeker. Dus is het toch nog gewoon tops voor Van Gerwe om de stand weer helemaal gelijk te trekken. Daar heeft hij dan nog 1 pijl voor. En hij mist. Dat is een klein kinkje in de kabel voor Van Gerwe. En als tegenstander moet je dat meteen afstraffen. En dat doet Van Barneveld. Ja, je mag Van Gerwe niet het idee geven dat hij dubbels mag missen. Daarmee kun je zorgen dat de druk ook bij Van Gerwe komt te liggen. Ja, want daarmee vertel je Van Gerwe ook van joh, maak nog geen fouten, want ik profiteer ervan. Aan mij zal het niet liggen vanavond.
Van Gerwen. Hij stond in twee grote televisiefinales. 58. Natuurlijk. De World Grand Prix, maandje geleden in Dublin. Die won die van Mervyn King. En de finale van de Winmar World Masters in 2006. En die won die ook van Martin Adams. Voor Van Barneveld is dit de 31ste grote televisiefinale. Van de voorgaande 30 won hij er 19. Dus ook hij heeft een positief saldo als het gaat om het spelen van finales. Twee keer in de finale tegen een andere Nederlander. 2007 de UK Open tegen Vincent van der Voort, die won van Barneveld. Ja, de meest beruchte finale is die natuurlijk op Lakeside geweest in 2006 tegen Jelle Klaassen. Die won niet. 31 finales. Dat zegt wel iets over deze man. Hoe lang die al meegaat, hoe lang die al iets betekent voor de Nederlandse dartsport. Ja, er is maar één speler die meer finales heeft gespeeld. 47. Zou u niet verbazen dat dat veel teler is? Die heeft er 77 gespeeld. Dat is nog iets meer. 59. Raymond, you require 140. Geen finish voor Van Gerwen, die toch even aangeslagen lijkt. En Van Barneveld heeft dus een lek wat rust. Maar ja, als je het gewoon snel kan afmaken, 74. Dan wil hij dat wel natuurlijk. Raymond, you require 40. Is toch wel voor 5-2 al. Tops voor Van Barneveld. Moet dan via dubbel 10. En het gaat via dubbel 10. Raymond van Barneveld. 57. Ja, en hiermee kunnen we toch wel alvast voorlopig vaststellen dat het begin voor de man uit Den Haag is. 100. Ja, we hebben het in iedere wedstrijd gezien van Van Gerwen. Hij begint altijd als een tyfoon. En dan valt hij op een gegeven moment stil. En tot nu toe hebben al die spelers die tyfoon niet goed doorstaan. Stonden ze al op achterstand voordat ze er goed en wel erg in hadden. 16. Ja, dan lijken nu de rollen een beetje omgedraaid. Eens kijken hoe de man het boksel daarmee om kan gaan. Ja, dit is een goede manier. 137. Vergeven we op weg naar een finish. Ja, het blijft een hoge finish staan. Geen triple geraakt deze beurt, dus Van Barneveld. Toch weer een klein kansje hoor, met minimaal twee triples. 100. En dat doet hij, en laat zijn triple 18 erbij. Dus Van Gerwen 150 om zijn eigen lek te houden. 130. Nou, zet hem goed weg op dubbel 8. Maar Van Barneveld, hij is scherp. Hoe scherp is die deze beurt? 70. Triple 18 gemist, dus. Single 20 voor dubbel 16. En een break. Hij mist niet. Raymond van Barneveld. Ja. 9-3. Raymond to Rutland. En dat, terwijl het gemiddelde van Van Barneveld beduidend lager is dan dat van Gerwen. Want Van Barneveld zit op 97 en Van Gerwen op 104. Maar dat heeft met name met het begin van die partij te maken. Finishes. Ja, ik zie het staan. Van Gerwen 25%, 2 uit 8. Ja, en Van Barneveld 67%, 6 uit 9. Daar maakt hij het verschil. 45. Maar waar je normaal gesproken zegt bij 4 legs verschil, het zou zomaar afgelopen kunnen zijn. Heb ik dat idee hier voorlopig nog niet? Nee hoor, absoluut niet.
gewoon het sterke gevoel dat Vergerbe pas klaar is met de wedstrijd als de laatste pijl gegooid is. En die geeft absoluut niet op hoor. Nou, een beetje ruimte voor Vergerbe nu, vanaf deze 158. 60. Nou, doet hij dan toch niet helemaal goed hoor. Maar 60. En dan laat 98 staan van Barneveld vanaf 200. Hoeveel druk kan hij op die 98 zetten? 98. Beetje. Michael, you require 98. En dus Vergerbe. Triple 18, dubbel 12. Nee. 58. Raymond, you require 102. Ja, dit kost te veel pijlen, Vergerbe. Van Barneveld, 102. Denk ik naar de triple 14 gaan, ja, maar die wordt gemist. Nou, Vergerbe straks op tops. Om Van Barneveld wel terug te breken. 46. Michael, you require 40. Nog één pijl. Ja, die valt erin. Goed voor de wedstrijd. Michael van Gogh. 10 plek. Michael to throw first. Game on. Het is in ieder geval een echte wedstrijd. Dat kunnen we nu al concluderen. Nou, hij is nog 23. Hij is heel jong. Hij gooit natuurlijk al 6, 7 jaar op dit niveau. Maar hij blijft altijd een beetje dat ongedurige hebben. Even geen trippels en dan is hij ook niet blij. En dan is het nog wegwerpgebaar meteen. Maar dat heeft helemaal verder met niemand anders te maken dan met hem zelf. Ja, klopt. Maar ja, zo is hij nou eenmaal. Ik ken hem niet anders. En 100. Op dit podium is hij zo. In de regionale competitie is hij zo. Tijdens een trainingspartijtje doet hij zo. Ja, dat is Michael. 78. 174. Ja, goeie laatste pijl. De laatste pijl, triple 18. Ja, betekent opnieuw 170 over. En volgens mij heeft hij weddenschap afgesloten met iemand dat hij heel veel keren 170 hier kan uitgooien. Want hij zet hem daar heel vaak op. 140. Michael, you require 170. Het is hem al drie keer gelukt, dit toernooi. 58. Maar het wegzetten van 200 naar een finish, daar heeft hij dus nog wat moeite mee. Van Barneveld, 158. Gooi hem ook niet uit. Maar wat laat hij over? 80 over nu. Nee, niet 80 over. 84 over. 74 over. Ik ben het wel kwijt. 90. 84. Ja. Michael, you require 112. Ja, dan zet hij hem dus iets beter weg als Vergerbe. Maar goed, 112. 12 en tops. Deze moet er wel vallen. En dan valt weer niet. 92. Het kost inderdaad te veel pijlen vanaf de 200. Om A weg te zetten op een dubbel en B dan die dubbel nog eens te gooien. Van Barneveld 68. 16 en dubbel 16. 36. Dit keer niet. En dus kan Vergerbe het gaatje terugbrengen tot 2. Via dubbel 10. Of dubbel 5. Oeh, die valt er wel lekker in voor Vergerbe. En zo beperkt hij toch de schade. Hij kwam 6-2 achter, maar wint de laatste twee legs. En dus is er nog helemaal niets beslist. 6-4 voor Van Barneveld. We zijn 10 legs onderweg in de finale van de Grand Slam of Darts 2012. Michael Vergerbe geeft een tempo aan in de partij. Met zijn scores, maar kijk toch tegen de achterstand aan, omdat Van Barneveld alle kansen die hij krijgt nagenoeg pakt. Op het ene kansje na, in de laatste leg, had 7-3 voor kunnen komen, maar miste daar de dubbel. En dus is het 6-4. Nog wel in het voordeel natuurlijk van Barneveld. Thank you, ladies and gentlemen. 11th leg. Raymond to Rutgers. Game on. En Van Barneveld gaat gewoon weer beginnen aan leg 11. Hij mag alle oneven legs beginnen.
140. En Niels, hij heeft nog niet vaak 180 gegooid in deze wedstrijd van Barneveld. Nee, dat valt inderdaad nog een beetje tegen. Eentje. We hadden meer verwacht. Gemiddelde van Gerwe. 100. Is toch wat lager dan in zijn voorgaande partijen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Van Barneveld voorloopt op hem. Hij kan niet vanuit een voorsprong spelen nu. Dat speelt toch net even wat makkelijker vaak. Nee, dat klopt. En natuurlijk ook wat dubbels gemist. Een aantal legs. Want ik hem voorheen in dit toernooi niet veel heb zien doen, eerlijk te zijn. 4 uit 15. Is dat dan toch de tegenstander, denk jij? Of is het dan toch het feit dat het de finale is? Nou, ik denk dat het met name met de tegenstander te maken heeft. Kijk, Van Gerwe weet zelf ook heel goed dat hij tegen Van Barneveld de laatste paar keren verloren heeft. Hij zal vol overtuiging zijn dat hij vandaag kan winnen. Maar de laatste nederlaag op tv was tegen Van Barneveld dit jaar op het European Championship. Ja, denk ik ook. Als dat niet helemaal lukt, misschien iets te veel forceren. Maar goed. Nu naar Bonzai. Ja hoor. En dan gaat dit weer zo gemakkelijk. En is het in principe weer gewoon gelijk. In ieder geval qua breaks. 58. Nog altijd Van Barneveld. Die in een wat lager tempo gooit dan gebruikelijk. Ik vind het iets te laag. Ja, ik ook. Ik denk dat het ten koste kan gaan van zijn eigen spel. Dat hij te veel daarmee bezig is in plaats van, ja, doordenderen. 98. Het geeft je denk ik ook iets meer tijd om na te denken. Zeker als het niet goed gaat. Als de eerste pijl niet zit waar je hem wil hebben. En de eerste pijl blijft het belangrijkste van allemaal. 87. Scorend gebied. 94. Dicht bij elkaar in deze leg. 58. Van Gerwe laat 164 over. 100. Daar mag hij wel aan beginnen natuurlijk. Zojuist 122. Lukt 164 ook? Nee, dat lukt niet. 60. Ja, dan gooit hij ook geen triple erbij, dus blijft 104 staan. En Van Barneveld kansje vanaf 124. Om gelijk weer terug te breken. Triple 20 is raak. Het leek even of hij voor de 16 of 8 ging, maar hij kiest toch echt voor de 14. Dan is het bolzaai. Die niet. En Van Gerwe op 104 dan. We hebben wel een triple nodig met de eerste of de tweede dart. En dat lukt niet. 88. Way when you require 25. Voor een break in 8-5. 9 geraakt. Met 4 dubbel 4. 21. Ja, en daar laat hij nu toch wel een paar kansjes liggen van Barneveld. Zoals 16. Van Gerwe dat eerder in de partij deed. Ja, nog geen pijl over. Dat gaat er niet in. Maar die eerste zat er ook wel heel ver vandaan. Ja, dit is een andere Van Gerwe hoor. Niet de Van Gerwe zoals we hem gezien hebben dit toernooi tot nu toe. Dubbel 2 voor Van Barneveld. En die zit dan 7-5. Ik zei eerder 8-5, dus uiteraard 7-5. 13 flag, Raymond to Rutgers. Game on. En de break voorsprong.
De eerste 180 van Barneveld waren de eerste drie darts die hij gooide in deze partij. Dit is zijn tweede. 96. En je ziet ook dat hij het publiek er nadrukkelijk bij betrekt. Hij heeft sowieso natuurlijk altijd heel veel steun in Engeland. 57. Ja, klopt. Ik heb het zelf een keer mogen meemaken. Een paar jaar geleden een keer meegeweest naar de Premier League met Van Barneveld. Ja, iedereen is daar pro Van Barneveld. Het is echt ongelooflijk. Maar ik denk dat Van Gerwen volgend jaar heel snel ook een lieveling wordt daar. Want dat hij de Premier League volgend jaar gaat gooien, dat leidt geen enkele twijfel. 96. Raymond, you require 107. Nou, Van Barneveld, kun jij het ook? 170. Nu nog even niet. 84. Raymond, 86. 86. En geen haast, want Van Gerwen is niet in de buurt. Dus heeft hij gewoon rust om naar die dubbel 16 toe te gaan. Zo, die zit er wel ver vandaan trouwens. 78. Die is ook niet raak. Beide mannen beginnen een beetje dubbels te missen, Niels. Ja, dat is toch een beetje de spanning, de Nederlandse spanning. 83. Raymond, you require 8. Van Gerwen niet tevreden, dat is begrijpelijk. Van Barneveld op dubbel 4. Games nu wel. Raymond van Barneveld. Hij is er blij mee ook. Michael Franklin. En hij is al verwegen. 58. Van Gerwen, ik zie voor het eerst een klein spoortje van twijfel in zijn ogen. 45. En eigenlijk zou Van Barneveld daar dan beter van moeten profiteren met al zijn ervaring. Had wat even wat meer de tijd mogen nemen. Ja, klopt. Want Van Gerwen is nooit lang weg. Dat vind ik ook wel weer mooi. Hij kan dan zelf naar de pok kijken van, hé, hoe kan dat nou? Ik mis met grote stukken, ik gooi geen dubbels. En een lek daarna kan het in één keer over zijn. Ja, de beleving bij Van Barneveld dit toernooi is weer als vanouds. Het niveau van Van Gerwen dit toernooi is weer als vanouds. Alles is weer terug. Bij af? Bij af. Ja, zoals het vroeger was. Zoals het vroeger was. Toen we bijna alles wonnen. 135. Ja, het valt weer bij beide mannen. Raymond, you require 141. Barneveld op 141. Hij begint met een 1, dus moet hem zo goed mogelijk weg gaan zetten. En dan hopen dat Van Gerwen 74 niet gaat uitgooien. Michael, you require 74. Maar ik heb zo'n gevoel. 20 tops. Nee. 54. Nee, en dan heeft Van Barneveld spijt, denk ik, van die scores van 45 en 41 in deze leg. Want hij had wel dik onder de 100 kunnen staan. Hij zal het nu vanaf 100 moeten doen. Dat is dan net te veel. 60. Michael, you require 20. Game turn up 14 play. Michael van Gerwen. Met een beetje moeite. Eerlijk gezegd, maar Michael van Gerwen houdt zijn eigen lek. Ja, Van Barneveld de eerste pijl toch weer in de 5. Corrigeert hem nu wel. 125. Het is de laatste leg voor de break. 59. Een leg dat als Van Gerwen pakt,
voor Marneveld breekt. En die gaat dan een stuk betere pauze in. Als hij hem verliest, is 9-6. Verschil weer 3 legs. Hoe goed zet Van Barneveld hem weg? Ah, dat is pech. Ja, want dat scheelt echt heel veel. 117 of 137. Dat is een finish met 1 of met 2 trippels. In dit geval worden het 2 trippels. Maar ja, goed, Van Gerwen mag toch eerst. Gooit hem niet uit. 64. Van Barneveld nu dus vanaf 137 in plaats van 117. Dan heb je dus de triple 20 nodig. 97. Van Gerwen op 96. Dat is een finish die in dit toernooi 96. Al een paar keer goed gezind is geweest. Triple 20 en dubbel 18. En anders doet hij het via dubbel 18 en tops. Maar deze wedstrijd is toch anders dan de andere wedstrijden. Nou, er zit een centimeter tussen hoor. Barneveld voor 9-6. En het is 9-6. En dus hebben we 3 sessies gehad. En alle 3 de sessies gewonnen door Van Barneveld met 3-2. Maar spannend is het nog steeds. Het staat 9-6. Het vuistje van Barneveld. Hij pakt leg 15. Vervolgens het kushandje ook richting Sylvia. Die dit toernooi mee is gekomen naar Wolverhampton. En ziet dat haar man met 9-6 voor staat. Maar ja, het is maar 1 break voorsprong. Het lijkt misschien groot het gat, maar dat valt nog heel erg mee. Thank you, ladies and gentlemen. 16th leg, Michael to Roberts. De opdracht aan Van Gerwen is om zijn eigen leg in ieder geval 96. Te houden. En zorgen dat het gat met Van Barneveld niet groter wordt. Nee, ik ben het helemaal eens. Het is maar 1 break verschil. Dus Van Gerwen is nog niet angstig. Van Barneveld is het nog niet zeker. En ook ik zou echt niet weten. Ik vind het moeilijk te voorspellen. Want we komende legs mogen gaan verwachten. Ik vind beide heren wat wisselvallig. Briljante momenten worden afgewisseld met ja, toch wat slechte scores. Misschien hier en daar wat slechter op de dubbels. Maar goed, dat maakt de wedstrijd wel extra spannend. 78. Ja, met name Van Gerwen. Ik bedoel, het verschil tussen zijn voorgaande 2-3 partijen en deze partij is wel erg groot. 105. Ja, het gaat een beetje op en neer. Kijk, zo nu en dan vallen ze er weer zo lekker in en denk je, nou, daar gaat hij weer. Wat bedoel ik? Zelfs de cameraman verschrikt daarvan. 78. Michael, you require 54. Dus voor 9-7, 54, 14 in tops. Ja, nu even wel. Michael van Gerwen. 17th leg, Raymond Van Barneveld 100, 140, Van Gerwen 60 en 100. En dat is niet genoeg om deze Van Barneveld te stoppen. 125. Wel weer een slordige laatste dart van Barneveld. Dat hebben we ook al een paar keer gezien, dat die laatste de 1 of de 5 ingaat. Dan zult u thuis misschien denken, dat zeur je toch? Dan gaat de 150. Raymond, ja, die 5 maakt het echt het verschil tussen een finish waarbij je 2 trippels nodig hebt en een finish waarbij je 1 trippel nodig hebt. 61 over. Triple 15 laat dubbel 8 over. Dit is vakkundig gedaan. Ja, geweldig.
Nou, dat is ook een goede score van Verheyen. We hopen dat Van Barneveld een fout maakt op deze 16, maar ik verwacht het niet. Dubbel 4. Nog één pijl over daarvoor. Ja, schiet helemaal naar de binnenkant. Ja, we hebben het al eerder geconcludeerd. Beide heren gaan meer en meer missen op de dubbels. Dat maakt het ook meer en meer onvoorspelbaar wat er met die legs gaat gebeuren. 100. Raymond, you require 4. Er stond geen enkele druk op die dubbel 8. Op deze dubbel 2 staat wel wat meer druk. En dat maakt het moeilijker, wilde ik nog zeggen. Ja. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ze uit vorm zijn of zenuwachtig zijn. Misschien is het wel ook het feit dat dit de tweede wedstrijd van de dag is. Dat ze natuurlijk al een belangrijke wedstrijd gespeeld hebben. Misschien dat het ook fysiek een reden kan hebben. 100. Ja, toch, bij Van Gerwen. Die is de laatste maanden gewend om hele dagen achter elkaar te moeten gooien op die vloertoernooien. Daar haalt hij iedere keer de finale en wint hij iedere keer. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar het is toch wel weer een korte format met pauzes ertussen. Ja, gaat even over het hele bord heen. Ik moest ook even kijken. We gaan op 97. 100. Michael, you require 97. Triple 19. Nee, triple 18 dan. Nee, ook niet. 20 laat tops. Ja, Van Barneveld nog niet op een finish. Nou ja, die heeft 3 keer 100 gegooid. En dan sta je er dus 160 achter. Zo simpel kan het zijn, Jacques. Werk bij mij in de competitie toch anders. 30. Michael, you require 40. 30 van Barneveld. Dus 2 beurten voor deze tops. Moet het via dubbel 5. 30. Ja, en dan zal Van Barneveld spijt hebben van die 30 nu. Want nu krijgt hij geen kans. Anders had hij 3 darts gekregen voor een finish. Iets te vroeg deze leg afgegeven. 58. Michael, you require 10. Ja, dat is 10. Dubbel 5. Ja, toch met 1 pijl. 18 flag. Michael van Gogh. 19 flag. Raymond to Rippers. 100. Het verschil is heel even op 1 geweest bij 6-5. Sinds die tijd zwerft het tussen de 2 en de 3 legs verschil. En we zien toch bij Van Barneveld regelmatig die afzwaaiers naar de 5 met name. 85. Ja, dat had hij net ook op de dubbel 4. Zwaait hij graag toch iets naar onder, hè? Is dat vermoeidheid? Kan dat vermoeidheid zijn? Als ik naar zijn stijl kijk, dan zou ik snel zeggen ja. Ik las net ook zijn interview na zijn halve finale dat hij ook wat moe werd gedurende de wedstrijd. 174. Ja, het is ook geen jonkje meer natuurlijk van Barneveld. De jaren beginnen bij iedereen te tellen, behalve bij hem. Hij begint net. 100. Raymond, you require 142. Triple 20 is raak. Ja. Triple 14 niet. 134. Michael, you require 161. Ja, dat is een hoge. En het gaat hem ook niet lukken. Dus Van Barneveld op dubbel 4. 65. Raymond, you require. Hij wil nu echt geen foutje maken hoor. Met Van Gerwen op 96. Dat doet hij niet. Raymond van Barneveld. 20th leg, Michael Kruipers. Ja, en die kan niet snel genoeg beginnen aan die legs van Gerwen. En dan begint hij weer met 180. 180. Van Barneveld bijna in slow motion erachteraan. Achteraan. 93.
25. Op de 19 blijven toch? Ja. Hij dacht even terug aan de 20, had ik het idee. Hij laat weer 170 staan. Als Van Barneveld hier nu een paar trippels kan vinden, dan voert hij de druk nog even op. En dan zo vlak voor de volgende onderbreking. 140. Met 140 is het nog steeds een finish met twee trippels. Vergeven we 170. Nee. 99. Raymond, you require 136. Om te breken. Dat is één triple. Van Barneveld, wat ga je doen? Dat zijn twee triples. Dubbel 8, 136. Nee. 120. Dat was misschien wel voor de wedstrijd geweest, zo ongeveer. Michael, you require nu van Gerwe om het terug te brengen naar 2. Naar dubbel 16. Ja, ah, is knap hoor. Dit is ook een hele knappe finish van Gerwen. Staat toch veel druk op en hij doet het met twee darts. En zo is het nog altijd heel dicht bij elkaar. 11 voor Van Barneveld, 9 voor Van Gerwen. Jongen, jongen, wat worden we verwend. Wat een heerlijke finale is het tot nu toe. Van Barneveld heeft vanaf de eerste leg de leiding gehad, dat wel. Maar je hebt nog geen seconde het gevoel dat deze finale ook voorbij is. Dat maakt het heel leuk. Thank you, ladies and gentlemen. 21st leg. Raymond to Rupert. Van Barneveld is van start gegaan in leg 21 van de mogelijke 31 in deze finale. We zijn dus echt in het belangrijke deel nu aangeland. Hij heeft een break voorsprong, maar Niels, het gaat niet heel makkelijk. Nee, dat klopt. Zojuist in de pauze hevig gediscussieerd over ja, wat kan er mogelijk gaan gebeuren. Verschillende theorieën. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij waren het wel over één ding eens. Als Van Barneveld die finish gegooid had voor de break, was dat wel een belangrijk verschil geweest. Nou, nu gaat Van Gerwen die pauze in met een lekker gevoel en hij komt eruit met 140, 174. Kijk. Iets meer op tempo, zijn vierde. Vergeven. Ja, nu geen triple. 127 over. 94. Barneveld stiekem met die laatste dart nog wel een triple. Ja, 127 kan natuurlijk wel gewoon. Triple 19. En bullseye is dan nodig? Nee. En dus voor Van Barneveld weer een belangrijke finish. 12-9. 18 gegooid. Er komt een 20 bij, dus dubbel 16 voor Van Barneveld. Ja, dubbel 16 voor Van Barneveld. Ja, daar waar die ene dart op de dubbel vlak voor de pauze misging, pakt hij die ene dart op de dubbel nu wel. En dan, ja Niels, ik kan me de frustratie bij Van Gerwen. Die begint dus direct met 140, 174. Van Barneveld begint met 160. In je hoofd hebben die lek al gewonnen, denk ik. Ja, maar ja, goed, dat mag je niet denken. Op dit niveau mag je dat niet denken. En daarna verzaakt je toch een beetje. Van Barneveld komt terug en maakt geen fout. 140. Barneveld moet wel op tempo blijven gooien. Dat gevoel heb ik echt. Kijk, dit gaat allemaal net even een tikje sneller. 140. Ja, en ook de triple 19 net zo makkelijk. En dan heeft hij weer zijn favoriete finish overgelaten. Barneveld moet even tellen. Of 20 of 17. Maar geen 5. Nee. Dus Van Gerwen. 6 pijlen voor deze 170. Dat is een triple 20. Dat is een 2. Hij gaat ervoor. Ik weet het zeker. Ja hoor.
De vierde keer in dit toernooi dat Michael van Gerwen een 170 finish gooit. Het is ongelooflijk. Waarom niet? Natuurlijk. Jongen, wat een toernooi gegooid van Gerwen. 134. En is dat dan de finish die hem helemaal losmaakt? Hij heeft dit soort finishes wel nodig. Van Gerwen, van Barneveld blijft wel redelijk stoïcijns eronder. Laat zich niet gek maken. 100. Is dit dan de lek dat Van Gerwen terug kan brengen in de wedstrijd? Echt terug kan brengen in de wedstrijd om Van Barneveld te breken. 100. Begint er wel te lijken. Hij heeft dit toernooi al een aantal keren zo'n spurt geplaatst die gewoon niemand bij kan houden. Een 9 darts op 52. Ja. Voor 12-11. Moet via dubbel 16. Eén pijl over. En dat is genoeg. 12-11. En dan is het qua breaks weer gelijk. Nou, weer die vijf erbij. Gebeurt hem toch vaak. Van Gerwen is echt los nu. Dat zie je aan alles. 100. Het is net een drag racer die wacht op dat het licht op groen gaat voordat hij mag. Geweldig, hè? Het is net zo'n hondje die zijn man niet uit mag. 37. Nou, als je hem dan loslaat, 134. Dan is hij niet te houden. Oeh, ja, er valt ook weer een triple 5. Dure pijl. Vergeven, hoe goed zet je hem weg? 60. Nou, niet goed. Boel eraf halen. Ja, dat zat eraan te komen. 150 voor Van Gerwen. Gaat niet uit. 64. Dus is het aan Van Barneveld. Ja, we zeggen het vaak, maar dit soort finishes moeten gegooid worden gewoon. Hij heeft de triple 19, dubbel 19. Ja, dit zijn echt 24 karaat finishes. Dit is echt heel knap. Kijk, hij geniet er zelf ook van. Hij weet hoe belangrijk dit is. Dit is de oude Van Barneveld. Ja, en zij houdt het niet droog vandaag, hoor, als hij wint. Mag, alles mag vandaag. 134. Ja, daar heb je hem ook weer. Kijk, hij geeft ook niet op, hè. Dat is wel mooi om te zien. Van Gerwen in de achtervolging. Een triple erbij. Ja, het wordt een triple 19. Boel eraf nog om een finish over te laten. En Van Gerwen zal toch ergens de druk op moeten voeren. Dat gaat hij nu doen. Oh, daar heeft hij weg. Ja, Van Barneveld heeft het eerder in de partij een keertje gehad. Dat kom je gewoon tegen in een wedstrijd. Ja, en aan de andere kant, ik heb nog nauwelijks bouncers gezien. Nee.
Dit is geen fantastische score voor Van Barneveld. En zo blijft het in iedere leg dus spannend voor Gerwe. Die zit erin, triple 19, die zit er niet in. Maar wel weer staat hij er beter voor dan Van Barneveld. Iedere finish is belangrijk. Ja, zojuist 98, nu 110. Begin met een 18. Is triple 20 nodig? Ja, geraakt. Dubbel 16, 110. Oh, boom! Ja, die uitspatting van Barneveld. Daar spreekt opluchting uit en daar spreekt vertrouwen uit. Nog twee legs heeft hij nodig. Het staat 14-11. Ja, de emoties lopen hoog op. Van Barneveld is natuurlijk opgelucht, maar kijkt uit naar die titel. Het is zo lang geleden dat hij nog een groot televisietoernooi won. In 2007 de Las Vegas Desert Classic. Maar wie kan zich dat nog herinneren? En hij heeft nog twee legs nodig. Hij is zo dichtbij. Maar het is nog niet voorbij. Mocht het hem lukken, ik geef je op een presenteerblaadje. Hangen, gentlemen, 26th leg. Michael 2, Rovers. Van Gerwen moet zijn eigen leg nu houden, anders is het echt gedaan. 59. En we hebben gezien dat Van Barneveld heel emotioneel was bij die vorige leg. Ja, hij keek heel even de zaal in en daar stond zijn vrouw Sylvia. Die had de tranen al in de ogen staan. En wij hadden allebei zoiets van, Raymond, doorlopen. Het moet nog even afgemaakt worden. Ja, je moet niet leeglopen voordat je die laatste dart erin hebt zitten. Je moet de concentratie vasthouden. Goed, aan de andere kant, ik begrijp het zo goed. Ik bedoel, hij heeft het niet altijd even makkelijk gehad. 81. 5 jaar is het geleden dat hij zijn laatste titel won. En dat is heel lang voor iemand als Van Barneveld. Zoals het bij Van Gerwe ook 6 jaar heeft geduurd. 132. En natuurlijk, je gunt het ze allebei. Ja, Van Gerwen heeft al een titel. Het is pas de 580 voor Van Barneveld. Ja, Van Gerwen stond weer op 170. 96. En Van Barneveld nu op 157. Nee, die gaat niet uit. Maar ja, Van Gerwen 74. Het zijn geen zekerheden. 57. Michael, you require 74. Doe je nog wat in deze wedstrijd? Moet hij wel uit, Michael. Dubbel 16. Ja. En dat kan hij dan zo knap, hè? Ongelooflijk. Zo wel een keer een 71 gezien, nu de 74. Alsof het geen enkele moeite kost. We moeten Van Barneveld gaan breken en het moet nu. 97. Ja, we gaan tot de 16, dus heeft Van Barneveld nog maar twee legs nodig. 100. Maar ik heb nog steeds niet het idee dat Van Gerwen het idee heeft dat hij deze wedstrijd niet meer kan winnen. Die heeft er nog alle geloof in. En dus zal Van Barneveld hem zelf moeten winnen en hij krijgt hem echt niet. 140. Gelukkig maar, want het maakt echt een geweldige wedstrijd van. Het is niet te voorspellen. Briljante momenten van beide spelers. Raymond, genoeg. Van Barneveld 161. Wat laag in de 20. Dat was wel een triple. En dat ook, dus blijft het dubbel 12 staan. Ja. En dan is er in principe niets meer aan te doen voor Van Gerwen. Althans, hij heeft het niet in eigen hand in deze leg. 97. Het ligt in de handen van deze man. Het ligt aan de dubbel 12. Eén pijl. En dan heeft hij nog maar één leg nodig van Barneveld. Hij knikt alvast. Alsof hij wil zeggen, dat komt wel goed. Heerlijk. Ja, zij gaat het echt niet droog houden. De Barney Army is goed bij stem. 93.
Ze heeft het echt zwaar. Wij ook. Van Gerwen, wat kan je nog? Geen triple. Dus Van Gerwen kan verder uitlopen. En dat doet hij ook. 92. Want ook na deze drie darts zal Van Barneveld niet op een finish staan. Kijk even waar die op staat. 2,54, min 20, 2,34 dus. Met de laatste naar de 18 toe waarschijnlijk. Nee. 60. Michael requires 76. Triple 20 is raak, dubbel 8. Impel over. Geen probleem. 15, 13. 29 en deze week mag Van Barneveld beginnen. Hier moet het dan gebeuren voor hem. Want je wil het ook niet op een laatste leg laten aankomen. Wat kan deze man nog? Ja, daarentegen ligt het knap dicht bij elkaar hoor. Als Van Gerwen breekt, is het in principe weer gelijk. Dan moet hij zijn eigen lek houden. Ja. Raakt nu een 4. Het moet nu, zegt ze. Luistert hij? Denk het wel. 85. Als je van Phil Taylor in een toernooi wint, dan win je eigenlijk nooit het toernooi. Het is een bijna wet in het darten. Gaat die wet ook deze keer weer bewaarheid worden? Dat zou betekenen dat Van Gerwen het toernooi niet gaat winnen, want hij schakelde Phil Taylor hieruit. Hij schakelde Scott Waits hieruit, dat waren de mannen in vorm. Maar dit is wel weer goed hoor. Ja. Sluiten we helemaal bij. Van Barneveld is nog niet klaar. 180 laat tops over. Dat niet, maar wel 140. En dus moet Van Gerwen de druk opvoeren op Van Barneveld. De belangrijkste pijlen van de wedstrijd voor Van Gerwen. Ja, twee trippels. Goeie beurt. Dit is voor de wedstrijd. Raymond van Barneveld. Voor het eerst in 5 jaar kan hij een titel binnenhalen via 20. En tops. Nee. En dus kan Van Gerwen de wedstrijd verlengen. 88 staat er op het bord. Triple 20. Ja, is raak. Dubbel 14 voor Van Gerwen. Oh, nee. Hij mist er 2. Ja, en dan komt Van Barneveld terug met 3 darts in de hand. Hij neemt even zijn tijd. Hij moet de emoties onder controle houden. Dat is het belangrijkste op dit moment. Zij bidt. Publiek smeekt. Dubbel 20. Oh, wat ver mis. Hij heeft er te lang over nagedacht. Ja, dit duurt te lang. Oh. De hele wedstrijd is die nagenoeg perfect geweest. Dit is puur het signaal van je hersenen naar je handen. Dubbel 7 voor Van Gerwen. Dubbel 7 gaat erin. Oh. Komt Van Barneveld deze klap nog te boven. 140. Ja, dat toch weer 140 als je... Ik zou ze buiten het bord gooien waarschijnlijk. Tjongejonge. Ja, we zijn 1 leg verwijderd van een beslissende 31ste leg in deze wedstrijd. Tjonge, wat knap zeg voor Van Barneveld. 138. Ja,
En Van Gerwen, geen triple. Dus Van Barneveld met de kans om hem als eerste weg te zetten. Meneer. En Normalita ook de eerste die een kans krijgt op een dubbel. Opnieuw twee triples. Ja, natuurlijk 19. Dit is wel een hele knappe leg hè. Op dit moment. Als je 3 match darts hebt gemist, dan staat hij na 9 darts op 46. Van Gerwen, ja, die knalt er nog even 171 achteraan. Dus hij moet wel uit voor Barneveld. 3 match darts gehad. Nu dan via dubbel 16. Nu dan wel via dubbel 16. En Raymond van Barneveld gaat op de knieën. Voor het eerst sinds 2007 weet hij weer wat winnen is. En dan mag de emotie nu los. Mevrouw van Gerwen feliciteert mevrouw van Barneveld. En meneer van Gerwen feliciteert meneer van Barneveld. We hebben een prachtige finale gezien tussen twee absolute toppers. Wat belooft dit? Een hoop, hoop goeds voor de aankomende maanden. En met name het WK. Ja, hij is leeg. Hij is op. Maar het zij hem gegund. Hij heeft er keihard voor gewerkt het afgelopen jaar. Na die eerste ronde nederlaag tegen James Richardson op het WK wilde hij eigenlijk stoppen. Was hij er wel klaar mee. Maar hij is weer terug begonnen met trainen. Hij heeft veel toernooien gegooid, zeker voor zijn doen dit jaar. En dit is dan de beloning. Nou, dit is genieten. Ik geniet hiervan, Jacques. Deze man heeft zoveel betekend en betekent nog steeds zoveel voor de dartsport. En dit is de coming man. Dit is de kroonprins van het darten in de wereld. Want hij is binnen afzienbare tijd de koning. Dat kan toch bijna niet anders? Absoluut. En hij heeft nog tijd zat. Nee hoor, chapeau voor beide heren. En dat betekent dat we ook natuurlijk heel snel naar de prijsuitreiking gaan. Iedereen staat er klaar voor. Nog altijd kan dit eigenlijk niet geloven. Ladies and gentlemen, I'm sure you'll agree that was a thrilling final. And now the presentation. Would you please welcome the Chief Executive of the Professional Darts Corporation, Matt Porter, and the Managing Director of William Hill Online, Jamie Hart. Matt Porter van de PDC en Jamie Hart van de hoofdsponsor lopen het podium op. The runner-up receiving his trophy and £50,000. And I'm sure your hearts, Michael van Gerwen. Hij was de grote smaakmaker deze Grand Slam of Darts. Hij heeft het toernooi gemaakt en hij heeft de toekomst. Michael van Gerwen, deze keer moet hij nog genoegen nemen met de beker voor de runner-up. Maar hij zal nog heel veel titels gaan winnen, dat geef ik u op een papiertje. And now, ladies and gentlemen, the winner receiving the magnificent trophy, £100,000, but most important of all, the title of the William Hill Grand Slam of Darts Champion 2012, Raymond van Barneveld. Hij is de enige echte Grand Slam of Darts kampioen 2012. Een week geleden had niemand dat voor mogelijk gehouden. Maar de naam die op de beker wordt ingegraveerd is die van Raymond van Barneveld. 2007 won hij de Las Vegas Desert Classic. Hij won samen met Coast Pompeii de World Cup of Darts. Maar nu wint hij eindelijk weer een individuele titel. De Grand Slam of Darts 2012. En wat een koppel moet dat zijn dadelijk in januari, februari, als ze samen de World Cup of Darts gaan spelen, want daar lijkt het toch wel op. Namens mijn collega Niels de Ruiter en mij bedank ik u allen ongelooflijk voor het kijken naar het darts de afgelopen week. We hebben het heel veel plezier gedaan. Wij gaan er vandoor. Ik wens u nog heel veel plezier bij de interviews en graag tot de volgende keer. Tot ziens.